van, en Erik zelf. Van Erik en Frank en ja, eigenlijk hun drieën. Hè, ja. Ja. Fijn. En succes. Dames en heren, goedemorgen. Ik wou haast zeggen goedenavond, dat ben ik zo gewend. Maar het is ochtend en u gaat vandaag kijken en luisteren naar een prachtig bevrijdingsconcert. Dit bevrijdingsconcert in deze mooie kerk, de Plantage. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik word er gewoon verliefd op. Zo mooi is die. En de akoestiek is goed, heb ik net van Erik gehoord, want dat is de tenorzanger die gaat optreden. Dus dat wordt een heel mooi concert. En we zijn blij dat ik toch gekomen ben, want het was een beetje afwachten. Het is heel snel georganiseerd, binnen een week eigenlijk. Publiciteit was te weinig, maar u heeft het toch allemaal gevolgd. En u bent allemaal netjes gekomen. Hartelijk dank daarvoor. We zenden dit ook uit rechtstreeks via de verzorgingstehuizen, die zijn verbonden, verzorgings- en verpleeghuizen van de Driezorg. Nou, kent u vast wel, een van de grootste organisaties in Zwolle met de thuizen, ze hebben daar 11. Zij luisteren allemaal mee en kijken allemaal mee met de camera's die daar staan naar dit concert. En waarom doen we dat? Omdat juist die mensen vaak gebonden zijn aan hun huis. Ze kunnen hier niet komen en u kunt gelukkig allemaal nog komen. U bent nog gezond, maar zij zijn daar aanwezig en ze vinden het fijn om mee te genieten van dit concert. We hebben twee bijzondere gasten die voor u optreden en ze zijn nationaal en internationaal bekend. De zangertenor Erik Milton, u heeft hem al zien rondlopen met dat mooie smokingpak aan. En de pianist Jeroen Hulshoff, hij begeleidt Erik, en dat is heel belangrijk, maar hij speelt straks ook op het orgel. Want we gaan natuurlijk dadelijk beginnen met het Wilhelmus, onze nationale hymne. En het is natuurlijk belangrijk dat we daar ook mee beginnen, dat blijven trouw. Ik zeg het toch even bij, ook met Oekraïne, de oorlog is nabij. En wij beseffen dat allemaal en we vinden eigenlijk dat we daarbij stil moeten staan, ook op deze bevrijdingsdag, dat we dat een beetje vieren. Maar het woord vieren is dan niet toepasselijk. We denken aan de mensen, heel veel leed en heel veel vreselijke dingen gebeuren daar. We hopen dat dat snel opgelost gaat worden. Dat even. Ik geef graag het woord voor de opening, en daar zijn we heel blij mee, dat hij heeft toegezegd, de loco-commissaris van de Koning in Overijssel, lid van de gedeputeerde staten van Overijssel. Hij was ooit fractievoorzitter van het CDA-fractie hier in Zwolle. Is hij ook heel lang geweest. Maar van de gemeenteraad, in de gemeenteraad. Maar ook belangrijk, hij is heel lang ook Tweede Kamerlid geweest voor het CDA. Hier is Eddy van Hiem. Dankjewel, Rens, hele goedemorgen allemaal. En om te beginnen, dank Rens, Frank, Colin, Erik voor de uitnodiging om deze opening te verrichten. Ik doe dat met grootst mogelijke plezier. Het is een prachtige dag om met elkaar vrede, vrijheid te vieren. En de aanleiding, jij zei het eigenlijk ook al terecht, ja, daar hoeven we eigenlijk niet te lang bij stil te staan. Die is volop zichtbaar in de wereld om ons heen. En het was, ik vind het toch goed om daar even aan te herinneren. Ik was gisteren op de Canadese begraafplaats in Holten. En ik vond dat, ik ben er wel vaker geweest, maar gisteren kwam het toch extra toch weer binnen. Omdat je dan weer ziet hoe daar liggen 1394 Canadese soldaten, jonge mensen, die 70, 75 jaar geleden, meer dan dat, zich hebben ingezet, hun leven hebben gegeven voor de vrijheid en de vrede in ons land. En het feit dat wij hier vandaag vrijheid kunnen vieren, danken wij niet aan onze eigen inzet, maar ook aan de betrokkenheid en het niet wegkijken van landen en mensen uit andere delen van de wereld. En ik vind dat, die boodschap, met die blik ook vandaag de dag naar vrijheid en vrede kijken, niet onverschillig zijn over wat er in de op andere plekken in de wereld gebeurt, toch wel iets wat we vandaag misschien ook extra moeten meenemen. En dat zullen we vandaag ook op het Bevrijdingsfestival in Zwolle doen. Er zijn allerlei activiteiten. Maar één ding ontbreekt daar toch een beetje.
Zo heb ik ook het initiatief van vandaag wel een beetje beluisterd. Van Frank heeft me dat verteld, Erik net ook. Het is belangrijk dat we vrijheid met jong en oud samen vieren. Dat er iets voor jongeren te doen is en te beleven is en te vieren is. Maar dat er ook voor ouderen voldoende te beleven valt. En dat wordt af en toe wel een klein beetje gemist. Ook in het programma wat er vandaag aan de overkant van de straat plaatsvindt. Ik mag daar straks naartoe gaan. Ik sluit trouwens ook niet uit dat er ook ouderen zijn die Typhoon en Snelle interessant kunnen vinden. Ik weet niet of ze hier zitten. Het kan natuurlijk. Maar het is zeker zo dat als je met elkaar iets wilt vieren, dat een divers aanbod, ook in muzieksmaak en muziekstijlen, daar wel bij hoort. En daarom vind ik het zeer te waarderen, Erik en Frank en alle andere mensen die hierbij betrokken zijn, dat jullie dit initiatief hebben genomen. Dat je iets wilt bieden aan mensen waarvan je zegt, ja, die voelen zich misschien toch een klein beetje vergeten in dit programma. En daar kunnen we toch in voorzien op deze manier. Het is ook wel een kleine boodschap die ik meeneem in de opening straks bij het grote festival. Misschien dat we daar met elkaar in het volgende jaar toch eens wat scherper naar moeten kijken. Laat ons er niet van weerhouden om vandaag met elkaar die belangrijke waarde van vrijheid en vrede met elkaar te vieren en te genieten van de prachtige muziek die ons vandaag hier wordt voorgeschoteld. Hartelijk dank nogmaals voor de uitnodiging om deze opening te doen. Heel veel succes bij het optreden zo dadelijk, Erik, en ik wens jullie allemaal een heel plezierig optreden. Dankjewel. Dankjewel. We gaan nu naar het Wilhelmus. En dat wordt op orgel begeleid door Jeroen. We gaan even kijken of dat lukt. Ik dacht dat het programma zo was, maar Erik komt even naar voren en die heeft misschien een correctie. Nee. Het Wilhelmus zijn twee coupletten. En nou is de bedoeling dat het eerste couplet daarna weer terugkomt en dat we dat gezamenlijk meezingen. Maar de eerste coupletten worden nu gezongen door Erik. En op het orgel is Jeroen.
Het is 77 jaar geleden dat de oorlog beëindigd werd. Dat we bevrijding gingen vieren. En dat doen we vandaag voor de 77ste keer. En we blijven dat volhouden. De jongeren worden goed bedeeld in landelijk met allerlei festivals. Ook hier in Zwolle. Voor de ouderen was er eigenlijk heel weinig. En juist de ouderen, die hebben voor een deel de oorlog meegemaakt. Maar in ieder geval hebben ze het gehoord van hun vader en moeder, alle verhalen. Als ik mezelf reken, ik ben van net na de oorlog. Maar ook ik hoorde van mijn vader en moeder heel sumier, moet ik zeggen, wel verhalen hoe het geweest was. En zij woonden in Rotterdam, dus dan weet u het wel. Erik, die kwam op het idee voor, nou, zo was het niet, vorig jaar. Vorig jaar was dat. Heb jij gedacht, waarom is er niks voor de ouderen? En er is heel veel aan gedacht. En toen dacht je, waarom eigenlijk niet? En kunnen we dat niet gaan organiseren? Hoe is dat ontstaan? Nou ja, ik vind het sowieso heel belangrijk om aandacht te hebben voor deze doelgroep. Hè. Dat je ze eigenlijk juist op deze dag, dat je ze sowieso niet mag vergeten. En er zijn ook mensen die ook gewoon heel bewust nog ook de oorlog hebben meegemaakt. Hè. En ook wel, ja, dus die bevrijding, zeg maar. En ja, ik vind gewoon dat we dat initiatief gewoon altijd nog levend moeten houden. Ja, en uiteindelijk zijn we vorig jaar in coronatijd zijn wij daarmee begonnen. Toen heb ik prachtige steun gehad van Frank Kodde, het bestuurder van de Driezorg. En die stond er volledig achter. En zo zijn we het eigenlijk, hebben we het heel klein neergezet. Peter Snijder was erbij, de burgemeester, had een mooi verhaal daarin. Ja, en dat is uiteindelijk ook in de huiskamers binnengekomen, in de zorginstellingen. En nu is corona voorbij. En nu kunnen we de mensen echt ontmoeten. En ik heb een prachtige pianist aan mijn zijde gevonden. Ik zeg altijd, als je met mooie dingen bezig bent, dan ja, dienen ook mooie mensen zich vanzelf al aan. Pianist Jeroen Hulshoff, mag wel even een applaus. We gaan beginnen, denk ik. En jij gaat beginnen met welk lied? Non ti scordar di me. Vergeet mij niet, want mijn leven is aan u verbonden. Een prachtig... Kun je nagaan. Prachtig liedje van Pavarotti.
altijd even afvragen of ik er tussendoor mag, maar dat mag wel, hè? Ja. Het volgende nummer is Nessun Dorma van Puccini, uit de bekende opera Turandot. Heel bekend geworden door Pavarotti, hè? Ja, Pavarotti die heeft deze prachtige aria uit de opera Turandot heel groot gemaakt eigenlijk. Hè? En ik denk dat de meeste mensen, als ze de melodielijnen horen, dat het heel erg herkenbaar is. Nessun Dorma betekent eigenlijk niemand mag slapen. En het mooie van deze aria is dat ik aan het eind ga zingen, dat is Vingero. Past ook mooi in deze context. Vingero staat eigenlijk, wij zullen overwinnen. En dat is de betekenis van Vingero. Heel toepasselijk, hè, nu? Heel toepasselijk. Wat nog wel een leuke anekdote is te vertellen, en je moet je voorstellen, in deze aria zit een bes voor een lyrische tenor. Dat betekent dat je het eigenlijk niet in de kopstem moet zingen, maar vanuit die borst, hè, die vanuit die passaggio kant moet zingen. En tijdens het oefenen van deze hoge noot, nou heb ik geluk dat ik een beetje in een buitengebied woonde, werd mijn vrouw af en toe wel eens een beetje gek van die hoogte. Toen zei ze, Erik, dat gegil elke keer en zo. Maar ja, je moet je zich voorstellen, als je dat gaat oefenen, dan moet je toch een beetje zo die voorstelling van maken. En mijn vrouw zei, nou, soms zing je het zo hoog, dan lijk je wel de zangeres zonder naam. Nou, niet slecht, hoor. Nou, niet slecht, zeker niet. Dames en heren, Nessun Dorma. Prachtig, prachtig. Het volgende nummer is ook van Puccini. Jij bent een fan van Puccini. Ja. Waarom? Tijdens mijn de ontdekking, zeg maar, in het hele die opera-genre, werd ik geraakt door Puccini. Waarom? Omdat hij maakt hele romantische aria's. En je moet je voorstellen, deze meneer die heeft in 1800 geleefd, zeg maar. En hij schreef over het leven. En in die romantiek schreef hij ook gewoon het gedrag van mensen, hoe mensen kunnen zijn.
En dat kon hij heel mooi vertalen naar die aria's en zo. En dat gaat over liefde, hoop, angst, verdriet, maar blijdschap, verlangen en dromen en zo. Dus alles komt voorbij. Hele belangrijke dingen, het leven. Alle belangrijke dingen van het menselijke gedrag daarin, hè, om het maar zo te noemen. Wat ga je zingen? Het is Italiaans, vertel jij het maar. Ja, het volgende is Non piangeria più. Dat is ook uit de opera Turandot. Op van, ja. En die, dat gaat eigenlijk over, ja, mijn liefste huil niet eigenlijk. Hè. We hebben in onze voorbespreking het erover gehad, hè, dat, kijk, zo'n bevrijdingsdag is mooi. Maar vergeet nooit meer, hè, want ja, je wilt op zo'n vrijdagsdag ook blijdschap laten zien en vrolijkheid voelen en meemaken. Maar ik vergeet nooit meer dat een oude mevrouw tegen mij zei, en daar werd ik wel een beetje door geraakt. Ze zei, eigenlijk was ik niet zo blij. En mijn moeder was alleen maar aan het huilen. En ik denk, hè, wat bedoelt u? Ja, want mijn vader was niet teruggekomen vanuit de oorlog. Toen dacht ik, ja, dat is de andere kant van het verhaal. Hij had een rouwperiode, hè? Ja, precies. En ze kon nog heel goed vertellen hoeveel verdriet haar moeder had. Vandaar ook non piangere l'elio, oftewel huil niet, mijn liefste. Erik, Puccini was wel een charmeur volgens mij. Want het volgende lied, dat gaat erover, dat las ik in de vertaling. Ik heb nog nooit zo'n vrouw gezien als jij. Ja, nog nooit zo'n mooie vrouw gezien als jij. Ja, ik vergeet nooit meer dat Pavarotti dit ooit voor Lady... Zit jij ook in dat genre? Nou, mooie vrouwen? Nou, ik heb een hele mooie vrouw en ook hele mooie dochters. Ja, dus... Daar ben je bij gebleven. Niet alleen mooi aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Dat is ook belangrijk daarin, hè? Ja, Donna Fidi Mai is eigenlijk, ik heb nog nooit zo'n mooie vrouw gezien als jij. En het is een heel mooi, ja, een nummer wat gaat over verleiding en over liefde, hè? Hoe die dat zegt, hè? Ja, ja. Maar goed, ik ga het nu tegen mijn eigen zus zeggen die daar zit. Ik heb nog nooit... Tweeling heb ik gehoord. ...gezien als jij. Donna Fidi Mai, ja? Thank you.
Als het goed is gaan we als intermezzo nu naar een mooi pianostuk. En dat wordt gespeeld door de begeleider van Erik. En dat is Jeroen Hulshoff. Jeroen, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Jij bent nationaal, internationaal bekend. Je hebt de opleiding gedaan bij het beroemde Rimsky-Korsakov conservatorium in Sint-Petersburg. Hoe was dat? Ja, het was fantastisch. Het was in het kader van een internationale uitwisseling. Dus een Russische student die kwam voor een poosje hier, hier in Enschede was het destijds. Er zat toen nog ook een deel van de klassieke afdeling. Er kwam een student in Enschede studeren en ik mocht voor een tijdje naar Rusland toe. Ja. Het was je een stuk jonger. Toen was ik nog een stuk jonger, ja. En hoe heb je dat beleefd daar in Rusland, in Sint-Petersburg? Mooie stad trouwens. Ja, fantastische stad. Ja, en veel cultuur, hè. Elke avond concerten overal. Hoogste niveau ook in de wereld, dus ja. Jij hebt ook de tweede prijs gewonnen op het Prinses Christina concours. Dat is al heel lang geleden hoor, maar inderdaad. Het is wel gebeurd. Ja, het is wel gebeurd, ja. Ja. En je doet masterclasses, zowel binnen als buitenland? Heb ik gedaan, ja. Verschillende, klopt. Voor de mensen die misschien dat niet helemaal precies weten, masterclass, wat doe je dan? Je geeft opleiding? Nou, nee, masterclass gevolgd, hè, verschillende gevolgd. Dan volg je een aantal lessen bij gerenommeerde professoren in de wereld. Waar ben je geweest? Onder andere Zuid-Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. Bekende klassieke professoren? Sergei Barkarov, zegt u misschien niks, maar professor uit Moskou. Ja, toch verschillende mensen uit de klassieke muziekwereld, ja. Hey, hartstikke fijn dat je begeleidt. Prachtig. Je gaat nu een instrumentaal, een pianostuk spelen. Hoe heet dat? Nocturne van Frédéric Chopin. Thank you.
Jeroen Hulshoff was dat, de begeleider van Erik. Erik, wat gaan we verder doen? Het volgende leuke arias heet Mattinata. Het is gewoon een heel vrolijk liedje wat over verleiding gaat eigenlijk. Die Italianen die kunnen er wat van. Nou. Het is niet alleen in woorden, maar ook dat non-verbale expressie die daar ook wel heel erg terugkomen. Ik ben er wel vrolijk van, hè? Oh, zeker weten, zeker op zo'n dag als vandaag. Hè? Succes. Dank je wel. Dit is voor de luisteraars thuis in de 3 verzorgers- en verpleeghuizen. Ik moest van de techniek even de microfoon hier neerleggen, want dan horen ze het beter. Wij gaan verder met... Het volgende nummer is Una Fortiva Lagrima van Donizetti. Wat wel ook mooi is te vertellen, als ik zelf auditie doe voor een operastuk, dan is dit eigenlijk mijn... waar ik mee mezelf neerzet. Past heel goed bij de stem. In de loop der jaren kom je er ook wel steeds meer achter hoe je stem eruit gaat zien. En waar je kracht ligt en zo. En dat is met name bij Una Fortiva Lagrima. Even tussendoor, jij vertelde mij in het voorgesprek, je bent eigenlijk pas begonnen toen je 50 was. Ja, laat begonnen. Laat begonnen. Niet, wist ik al wel dat ik operazanger zou willen worden. Dus ik zei ook straks tegen jou, alle mooie dingen komen later, dienen zich aan. Hè? Dus, en waarom niet voor die tijd? Nou, was ik op zoek naar mijn vrouw. Dus, die nu al 35 jaar bij me is. Nee hoor, prachtige kinderen. Nee, ook een mooi, heel ander leven eigenlijk. Oké. Okay. Ik wil nog even wat zeggen. Mag ik hem vasthouden? Una Furtiva Lacria, dat is een heel mooi verhaal. Het gaat eigenlijk over, ik zing er wel eens vaak ook wel in zorginstellingen. Er is een man die is hopeloos verliefd op het mooiste meisje in zijn dorp. En ik zeg altijd, als mannen verliefd zijn, dan gebeurt er wat. Hè? En dan vraag ik wel eens aan de vrouw, wat gebeurt er dan als wat voor gedrag laat dan die man zien als die man verliefd is? Dan zeggen de meeste vrouwen, ja, dat is allemaal haantjesgedrag. En hij loopt alleen maar op te scheppen over zichzelf. Hij praat alleen maar over zichzelf. En daar gaat het liedje ook eigenlijk wel over. Nu is het zo dat als je dan verliefd bent op zo'n mooie vrouw, dan is het wel handig dat een vrouw ook verliefd is op die meneer. Hè? Alleen dat was niet het geval. Hij stond er alleen voor. Dus als zij daar liep, nou, ze gaf hem helemaal geen blik. En zijn hart bonste. Hij kon niet meer slapen, hij kon niet meer eten. En hij dacht alleen maar dag en nacht aan haar. Totdat hij een gouden tip kreeg van een soort apotheker in die tijd, hè, om een liefdeselixer aan te schaffen. En toen dacht hij, ja, wat moet ik hiermee? Una fortiva lacrima, de liefdeselixer. Ja, zei die apotheker, als je dit inneemt, hè, maar ook als je het bij haar inschenkt in de koffie, dan wordt ze stapelgek van jou. Toen dacht hij, dat moet ik hebben. Uiteindelijk is het zo dat zo'n drankje
dat is dus niet goedkoop, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Hè? Dus uiteindelijk moest hij al zijn huisraad verkopen, al zijn spullen, zijn ezels, en dan ga ze maar door, om dat drankje te zien te bemachtigen. En de dag brak aan, hij zag haar lopen, ze ging zitten op het terras, ze keek de andere kant op, hij schonk het stiekem bij haar in, en ze zag hem staan, ze was stapelgek van hem. Dus het drankje werkt. Dames en heren, het heeft maar 2 weken geduurd. 2 weken. En daarna keek ze niet meer naar hem om. En waarom niet? Ja, zo'n drankje raakt uiteindelijk uitgewerkt, hè? Ja, dan moet je gewoon blijven inschenken. En toen zat hij daar met een gebroken hart, moedersiels alleen. Had geen geld meer, geen huis meer, niks had hij meer. En ze ging met een ander er vandoor. Una furtiva lacrima. Thank you.
Het zijn niet alleen aria's van Puccini, klassiek, maar we gaan nu iets anders doen. We gaan naar de mooie film The Godfather. Parla più piano, praat zachtjes tegen mij, dan kan ik je beter verstaan. Van The Godfather. U heeft hem al gezien, de film. Mooie film, indrukwekkende film en ook een indrukwekkend lied. We gaan toch weer even terug naar Puccini. Ja, zeker. De vertaling is, wat heb jij koude handen? Ja, wat heb je koude en bevroren handen? Dit is trouwens, de aria heet Ge Gelì da Manina. Een prachtige aria. Als ik zelf aan het studeren ben en ook wel andere liederen zing, komt dit altijd wel voorbij. Het bijzondere is dat je kunt het alleen maar ook zingen als je het ook zo echt intens beleefd. Hè? En ook hier gaat het verhaal eigenlijk over dat jaren 1800 in zo'n groot koud pand, de koudste winter, woont een meneer, Italiaanse meneer Rudolfo. Hij is een hele oude, eenvoudige meneer en hij verdient zijn werk door af en toe wat schilderingen te doen in zo'n kerk. Hè? En dan komt er in één keer een meisje bij hem aan de deur, die klopt bij hem aan en op het moment dat hij haar ziet, gebeurt er wat met hem. Zijn hart gaat sneller lopen. Dat meisje vraagt hem om een gunst. Hij zegt, zou je met mij mee willen gaan naar boven? Want ik krijg de kachel niet aan. Ja, zegt hij, ik ga wel met je mee hoor. Dus hij gaat naar boven toe. En op het moment dat hij samen met haar de kachel aansteekt en per ongeluk haar koude handen aanraakt, wordt hij stralend verliefd op haar. En het leuke van deze aria, en zo moet je het ook brengen, hij is verliefd.
En je kunt het alleen maar zingen als je verliefd bent. Dat gaan we doen. Zeker weten. Ik zing al wat vaker voor haar. Hè? Ja. Ze zit ook in het zangkoor van de Drie Zorg. Ze zit ook in de zangkoor. En ze is helemaal met de taxi hier naartoe gekomen. En ze is een grote fan van mij geworden. En wat er ook gebeurt, ze is er altijd bij. En wat ik ook al zei, je kunt het eigenlijk alleen maar zingen als je verliefd bent. Maar je moet het ook, deze aria, voor iemand zingen. En dat gaat nu voor mevrouw Wijbiga doen. Ja? Entrar con voi.
Wij zenden dit concert uit naar de mooie verpleeg- en verzorgingshuizen van de Driezorg hier in Zwolle. En ze hebben u vast allemaal gezien. Ja, vast en zeker. Waar woont u? In de Rivierhof. Mooi daar. Ja, nou, prachtig. U kunt niet meer thuis komen vanmiddag. Nee, nee. Succes. We gaan naar het volgende. De volgende aria van uit de opera Tosca. Ook een klassieke Eluce van La Stella. En misschien zijn er mensen die deze aria kennen. En ook hier komt weer die dramatiek, hè? Sterk naar boven van Puccini. Hè? Het is niet alleen maar die verliefdheid en zo, maar ook drama. En daar gaat dit verhaal ook eigenlijk over. Want deze meneer, die wordt ten onrechte wordt die veroordeeld. Omdat hij verliefd is geworden op een heel mooi meisje. En er is een rivaal die hele gemene dingen doet en zo. En dan moet hij zich voorstellen, mi desperato. Dat hoort hij straks mij zingen. In zijn wanhoop schreeuwt hij naar de sterren. Help mij. En op laatst zegt hij, ik wil alleen maar voor het leven gaan. De teksten liggen hier voor je, dat je het even onthoudt. Ja, ja. Het volgende lied, Erik. Ja, La Donna Mobile. En dat is gewoon een heel vrolijk liedje, hè? Want we moeten het niet al te zwaar maken. Maar La Donna Mobile is gewoon een prachtige aria, hè? Zo bekendgemaakt door onder andere Pavarotti. Hè? Dus, en La Donna Mobile betekent de mobiele vrouw. Hij zingt eigenlijk over de bijzondere vrouw met haar bewegelijkheid, met haar charme, haar lach, haar zorgen, haar verleidingen. En daar gaat dat hele liedje eigenlijk alleen maar over. Mobile betekent eigenlijk de bewegelijke vrouw. Er staat hier, de vrouw is onzeker. Vrouw is ook af en toe onzeker, ja, zeker. Maar dan moeten wij als man moeten wij daar betekenis aan geven. Okay. Wij als man mogen nooit onze onzekerheid laten zien, hè? Is dat zo? Nou... We gaan met Verdi.
96 jaar. En kunt u goed zingen? Nee, ik kan niet meer zingen. Ik heb geen stem meer. Nou, valt wel mee, toch? Ik kan me nog wel... Vindt u het mooi? Ja, prachtig. Wij ook. We gaan naar een van de bekendste liederen, door vele artiesten gezongen. O Solo Mio. O Solo Mio. O Solo Mio. En dat betekent eigenlijk, ja mijn zonneschijn, Rens. Mijn zonneschijn. Nou, dat is toepasselijk vandaag, hè? De zon. Bevrijding. Hoort er allemaal bij, ja. En het gaat eigenlijk over de zon. De zon die straalt, de zon die warmte geeft, die veel licht geeft en zo. En daar gaat het liedje over. O Solo Mio. Erik, wat gaan we doen? Nou, we zijn al bijna aan de laatste nummers. Jammer. Ja, want het gaat natuurlijk, als je geniet, dan gaat de tijd altijd zo snel voorbij, hè? En ik ga het laatste liedje eigenlijk even kijken. Ja, het is Halleluja gaan we zingen. Op verzoek ook vanuit mijn zangkoor, hè? Halleluja, kent u allemaal wel, hè? En wat leuk is... Het leuke is om dat met elkaar te zingen. Dus ik wil voorstellen dat ik dat even de toon inzet van het refrein. Halleluja, nee, laat me zo horen. Halleluja, zing maar mee. Halleluja, halleluja, halleluja. Zing nog een keer. Halleluja, 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 halleluja.
Nou zing ik even alleen. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you Erik Milton en zijn begeleider op de piano, Jeroen Hulshof. Tot slot, en dat mag niet ontbreken, bij elk concert is dat gisteravond ook weer. Nee, vanavond is dat weer op de Amstel. We'll meet again. Yes. En zing gerust mee, joh. We'll meet again, dames en heren. Zal ik nog even wat zeggen dan? Ik vond het fijn. Ik vind het een grote eer dat ik vandaag heb mogen zingen samen met Jeroen Hulshof. Hè. Wij geven hem nog even een groot applaus. En ik wil u danken voor uw komst. En ik beloof u dat er komt een vervolg hierop. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. Hè? Want bij de binnenkomst kregen we prachtige complimenten over wat mooi dat u dat organiseert. Hè? En dat u daar aandacht voor heeft en zo. Maar goed, ik zeg altijd, dat doe ik niet alleen. Dat doen we met elkaar. Maar er zijn ook hele speciale mensen om ons heen die me daarin ondersteund hebben. Dan wil ik eerst, Frank, wil je even komen? Misschien kunnen we nu even de bloemen ook geven. Kunnen we de bloemen geven? Ik wil Frank persoonlijk bedanken voor het feit dat hij altijd eigenlijk aan mijn zijde staat om dit met elkaar levend te houden en zo. Je moet je zich voorstellen, je begint ergens aan en dan heb je een droom, een soort verlangen. En uiteindelijk was dit eigenlijk iets wat we graag wilden doen. En Frank komt op mijn pad en die zegt, Erik, ga ervoor. Hij heeft het ook groter gemaakt in een aantal dingen. En daar ben ik me heel erg dankbaar voor, Frank. Ik dank u wel voor je echte support. Hè? En ik hoop dat je erbij mag zijn.
Dan wil ik nog eventjes bedanken. Peter, heb jij nog even tijd? Heb jij nog even tijd om te komen? Want ook Peter heeft een ongelofelijke bijdrage geleverd aan dit concert. Hij was er ook elke keer voor mij. En op een gegeven moment liepen de dingen niet zoals het ging uiteindelijk. Maar hij was toch altijd naast mij. En hij zegt, kom op, we gaan er weer voor. Hij heeft een prachtig artikel geschreven in de Zwollenaar. Hij is ook journalist. En ja, daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Peter, dank je wel, jongen. Dan, niet te vergeten, ook toen kwam Peter met het idee, we moeten een mooie man hebben. Hè? Die kan spreken en hij heeft een hele mooie stem. Hij zou nog bijna kunnen zingen, zeg ik altijd. Hè? Vindt u niet dat hij een mooie stem heeft? Ja, hè? Geef een applaus. En ook hij wil ik bedanken. Dames en heren, Rens Pols, geef me nog even een groot applaus als u wilt. Ja. En dan hebben we niet te vergeten degene die het concert voor ons heeft geopend. Hij heeft toch de moeite genomen om ons naar hem toe te komen. Hè? Eddie, zou je even willen komen? Ik vond je verhaal heel mooi. Dank je wel dat je hier erbij was. Geweldig. Zo op het laatste moment. Maar je stond er wel om dit met elkaar iets moois neer te zetten. Super, dank je wel. Dank je wel. Nou, maar ik heb nog maar één bosje bloemen. Dat maakt helemaal niet uit. Want ik wil Jeroen natuurlijk geven. Hè? Ja, hè? Geweldig pianist, hè? Geef een applaus. Joe! Goed, dames en heren. Doet u het nog wel? Ja. Wij eindigen met het laatste nummer, We'll Meet Again. En zing gerust mee, hè, dat nummer. Hè? Hoef je niet alleen te zingen. Met elkaar. Zullen we het met elkaar doen? Het is niet zo'n moeilijk nummer, toch? We'll meet again, don't know where. Ja, zing maar mee. Erik Milton en Jeroen Hulshoff, hartstikke bedankt. Het was fantastisch. Volgend jaar weer, denk ik. Gaan we doen. Allemaal bedankt. De uitzending voor de drie verzorgingshuizen wordt hierbij beëindigd. Ik hoop dat u genoten heeft. De camera's zijn daar. Het geluid ook een beetje is overgekomen, want het was echt de moeite waard. En volgend jaar, als u nog een klein beetje te been bent, dan bent u van harte welkom. U wordt gewoon opgehaald. Zo is het. Gaan we doen, hè, Frank? Oké. Bedankt en een hele fijne beveiligingsdag verder. Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, de Stadskamer Zwolle
en de drie zorginstanties. Met Frank Welder. Dank u wel.